Als je de weg van de schoonheden wandelt zo, dan is dat ontwapenend. Je kunt iets schoons zien, hé. Daarvan ben je onbekwaam om te zeggen, het is lelijk. Je kunt je niet voor bepaalde dingen uit de cultuur staan en zeggen, ja. Er zal nu straks in Leuven, denk ik, een tentoonstelling zijn van Rogier van der Weijden. Dus dat is een van de allergrootste schilders. Maar dan, ga maar een keer naartoe. En het zijn nogthans allemaal, bijna allemaal religieuze onderwerpen. En stel je voor gelijk van welk van die schilderijen zo. Ik zei onbekwaam om te zeggen, dat zegt mij iets. Je bent onbekwaam om daar tegen te verzetten. Schoonheid ontwapend. Dat is de kracht ook van theater. Is dat ontwapend? Je kunt je niet verzetten. Al die dingen moet je een beetje weten, zo het onzichtbaar is moeilijk waar te nemen. Anti-institutioneel effect, zo tegen alles wat instelling is, zo traditie. De IKEA-verhouding, zo het wijn wordt uitgeschakeld, de traditie. De prioriteit van het doen op het zijn. Het moeten kiezen. En de mensen, bijvoorbeeld het typisch voorbeeld van onze tijd, dat is het agnosticisme. Dat het gaandeweg een veld vindt. Waarom agnosticisme wil zeggen, als we over God spreken, dat weet ik niet. Ik weet dat niet zo. Ik zeg nog ja, nog nee. Eigenlijk is dat een gemakkelijkheidsoplossing. Dat lijkt zeer intellectueel zo. Van, maar eigenlijk is dat geen keuken. Agnosticisme is een dubbeltje op zijn kant zetten. En dat kan een tijdje blijven staan. Dat zal toch een keer vallen in de een of de ander. Godsdienst of geen, of atheïsme. Maar het is een typisch voorbeeld van het feit dat men niet kan kiezen en dat men uitstelt. Ik kan weinig mensen tegen hier nu, er zijn rabiate anti-religieuze mensen in de maatschappij. Die ik ook tegenkom, he. Tegen mij, ze zien of vlugger dan tegen u. Maar, ik kom weinig mensen tegen ten dagen die helemaal atheïstisch zijn. Die zijn heel weinig. Want het is even moeilijk van atheïstisch te zijn dan gelovig. Want je moet in de twee gevallen beslissen over iets wat je niet weet. Dan zeggen ze tegen mij als ik zeg nee, ik geloof. Ja, maar ze zijn dat toch niet zeker. Je moet daar toch een beslissing voor nemen. Ik wil geloven. Ja, zeg maar jij ook hoor. Ja, maar. Ik ben niet zeker dat God bestaat, hè. Maar hij zit evenmin zeker dat hij niet bestaat. Hè. En bij gevolg is het eigenlijk. Ja, een agnosticisme is typisch niet kunnen kiezen. En dat is eigenlijk aan onze tijd een wachtoplossing. Hij gaat in de macht zaal. En dat is gemakkelijk, want hij heeft geen ander werk. Hè. Hij stopt dat eindelijk in het wachtlokaal. Het is belangrijk om dat natuurlijk te weten. Nu, als je nu, je moet goed zorgen, denk ik, zal ik met mij eindigen. Je moet goed zorgen, denk ik, dat je zelf, bij het geven van godsdienst, dat je zelf eigenlijk je eigen spirituele gezondheid bewaart of en verdiept zelfs. Het mooiste voorbeeld om mensen moed te geven, staat in het evangelie. Er was een dag, in het evangelie van Marcus vind je dat, een dag waarop de leerlingen zeiden tegen Jezus, Jezus, als het met ons had moeten gebeuren, die 12 vissers, van het koninkrijk Gods te vestigen, dat is onmogelijk. We hadden het opgegeven. En dan zei Jezus, zet u niet hier, ga ik je iets zeggen. En hij heeft dan 4 parabeltjes verteld, de een na het ander. Ik begon met de parabel van de zaaier, die je allemaal kent. Dus een landman in Palestina die legt zijn akkers niet gereed, zoals we uit de vliegtuig nu kunnen zien, bij ons is allemaal voor je klaargelegd. Maar een landman in Palestina trok zijn achterdeur open, ging naar buiten als de zon gekomen was en mond de zaaien ongeveer overal. En hij ziet wel natuurlijk dat er daar rotsbrokken liggen, en hij ziet wel dat er dat doornen staan, hij ziet wel dat er een wegje doorloopt, zodat het gaat vertrappen. Maar je zaait. Want, zegt Jezus, hij weet, altijd is er ergens goede grond. En daarom kiept het zaad 30, 60, 100 fout.
Want uit eigen kracht brengt het zaad zijn vrucht voort. Maar eigenlijk is dat ook zo bij ons. Als je spreekt over God en Christus en het evangelie zo, dan zie je ook de stenen zitten en de doornen groeien en de wegen erover lopen. Maar Jezus zegt, moet daar niet naar kijken, naar de stenen, nee. Hij zit altijd ergens een stukje goede grond, waar het zaai dus overal. En dat is als je het schrijft en als je spreekt zo, nu met het christendom ook zo. Hij zit altijd ergens in het hart van de mensen, in het hart zelfs van ieder mens, een stukje goede grond, maar je weet niet waar het zit. En de enige manier dus om een resultaat te bereiken, dat is dat het overal zaait. De Palestijnse boer koos zijn akker niet uit. Hij nam hem zoals hij was. Als je les geeft of als je spreekt, zit niet te kijken naar de hindernissen door Jezus. Hè. Is iets zo. Maar er is altijd ergens iets waar het op brengt. Dat is een eerste parabeltje. Dus zaai overal. Maar we mogen niet van God verwachten dat hij nu al zegt, daar zal het opbrengen. Het zal ergens opbrengen. Een tweede parabeltje dat een beetje daarop volgt, zo, dat is dat fameus parabeltje van de boer die slaapt. De boer zaait en die gaat slapen. En hij gaat niet gaan kijken, zo Sandra's morgens krabbelen om te weten of daar staat kind. Want hij is zeker als hij dat begint te doen, dat die kind. Want hij weet dat binnen een maand of zes staat de oogst daar en dan gaan we oogsten. Met andere woorden, de boer weet heel goed dat het niet is omdat hij er zit aan te trekken aan zaad, dat zaad gaat vrucht opbrengen. Tegen hem zal niks geven. Hij heeft vertrouwen in zaad. Ik heb wel dikwijls vastgesteld als je iets zegt zo over al die dingen. Dat is, dat je best gaat slapen daarna. Ik zou het dus nog voor niemand van die hoop hebben om te weten of het ergens weer geraakt heeft. Dat brengt altijd iets op. Want vanzelf ontkiemt het zaad. Wij zeggen, ja, zaad is kracht. En het evangelie, dat al 2000 jaar bestaat en eigenlijk al 3000. Want dan moet er dus de Joodse openbaring bij rekenen. Nou, zo lang dood geweest zijn, was het niet van krachtig zaad. En hoeveel voorbeelden zijn er in de geschiedenis van het christendom, van de kerk, van mensen die het dan een keer ontdekken. Hans-Willem Otten bijvoorbeeld, de Nederlandse schrijver. Hoe is die bekeerd? Dat de christendom een jaar of 10 geleden, denk ik. Zo. Doordat hij op een simpele goede vrijdag met zijn vrouw, die katholiek was, dan een kruisweg geweest is bij de pastoor op de parochie in Nederland. Nu is het gezegd, het laatste waardoor hij mij zal bekeren, is een kruisweg. En dat raakt. De hele geschiedenis lang is er al zo. Geraakt. Dat is het tweede parabeltje. Je moet er niet aan trekken. Het komt vanzelf uit.